het tekenen van de game. We zetten SketchUp even dichterbij. En we gaan dan met het vierkant gaan we een ondervlak tekenen. We beginnen onderaan 10 bij 5 meter. Daaromheen zetten we een aantal muren. Die muren die zet je daar neer en die zijn ongeveer een centimeter of 20 groot. Een binnenmuurtje gaan we plaatsen en daar een muur. En in de hoek komt daar de keuken te staan. Met een muurtje erbij, daar ga ik straks het blad op leggen. Dan gaan we allemaal streepjes zetten. Die streepjes die geven namelijk aan waar ik deuren wil hebben. En daar komen nog ramen, hier komen nog een open deuren. En op die manier teken ik die. Nou, we schuiven hem een klein beetje die kant op. En we gaan nu duwen en trekken. Kijk maar, die wordt gebruikt. En we beginnen even in het gangetje. We maken het duwen en trekken. En we zorgen ervoor dat deze op een juiste hoogte gaat komen. Spreek een bepaald getal, bijvoorbeeld 2,30 meter af, dat alles op de juiste hoogte komt. Nou, we zijn nu de trap aan het tekenen. Twee lijnen naast elkaar, zodat ik namelijk hier een schuine trap kan maken. Nou, de rest van de muren kunnen nu allemaal omhoog komen. En alleen de muren, dus niet waar de ramen komen. Het muurtje van de keuken kan nu, de keukenblok zelf. En daarna gaat hier de muur omhoog. Dan de achterkant, daar een muurtje. Hier een stukje waar een raam komt. En je ziet, we gaan hem iets hoger doen. Daar komt een deur. Dan gaan we verder naar dit stuk. Die moet even dicht. Daar komt daar een muur te staan. Hier kwam een raam, dus hier gaan we niet zo hoog. En daar niet zo hoog, want daar komen ramen in het systeem terecht. Nou, nu gaan we het blad van de keuken maken. Blad een beetje uittrekken, die kant op. En we hebben een hoekblad, dus we moeten even een paar lijntjes weghalen en dan kunnen we ook het hoekblad maken. Daar is die al. En wat we nu gaan doen is weer een paar lijntjes weghalen. Je selecteert het lijntje en je drukt op delete. Dat helpt het beste. Dan, we gaan het blad een klein beetje weer bijschuiven, een beetje kleiner, een beetje groter. Dat is later allemaal nog een beetje aan te passen. Dan de bovenkastjes. De bovenkastjes komen boven het blad hangen en die trekken we daar uit. Ongeveer een centimeter of 40. Zo is die. Nou, als je dan ziet, dan zie je in één keer dat het muurtje daar net even iets te kort is. Nou, dat is helemaal niet erg, want dan trek je daar het muurtje een beetje verder uit. Zodat het weer binnen de kastjes, weer binnen de muur vallen. Als we dat gedaan hebben, we hebben wat bovenkantjes gemaakt ook op de ramen. En op dat moment zijn we allemaal dingen aan het bekijken. En wat je nu kan gaan doen is de boel een dak geven. Je zorgt ervoor dat je een helemaal gesloten dak krijgt. Op deze manier. En haal hem alsjeblieft een klein beetje omhoog dat hij wat dikte gaat krijgen. Dat gedaan hebben, gaan de zijkanten, de zijmuurtjes weer omhoog. Alle zijmuren worden nu omhoog gehaald. Hier moet nog een trapgat gemaakt worden. Dat moeten we eerst selecteren. En dan haal je ook dat. Kijk, je selecteert hem en je haalt het weg. Oh, ik was iets te snel, zie ik. Dan gaan we nog even verder met een ander ding. De boel moet namelijk, alle muurtjes moeten gedaan worden. Nu zie je dat hij in één keer sluit. Dat is helemaal niet erg, want het bovenvlak kan je gewoon weer weghalen. Hebben we dat gedaan? Dan gaan we de boel inkleuren. Want je wil namelijk inderdaad in de game alle onderdelen als gekleurd worden. Nou, alle steenstrips, een andere dakbedekking kan je doen. Vloerbedekking overal. Maar ook de wand op de muur. Een groene muur, een blauwe muur. Het maakt niet uit. Alle onderdelen in je huis moet je op dat moment een kleur geven. Dan moet je de boel goed opslaan. En ervoor zorgen dat hij ergens op jouw in jouw map ergens goed terug te vinden is. Kijk goed hoe je hem moet opslaan. Succes ermee!